Hoi, leuk dat je kijkt naar deze hele speciale Star Stable video. Allereerst heb ik al heel lang geen Star Stable meer opgenomen, want het kan niet helemaal lekker uit. Maar nu, na een hele lange tijd, weer een nieuwe video. En ik mag ook echt met heel veel trots zeggen dat deze video in samenwerking is met Star Stable. Hoe gaaf! Ja, ik heb echt bijna 80 video's gemaakt over Star Stable. En nu kwam Star Stable naar mij toe en die vroeg Venne. Zou je alsjeblieft weer een video over ons willen maken? Want we missen ze zo. En je mag gewoon alles doen wat je wil in de video. Hartstikke leuk. Speel het spel maar. Want dat doe je altijd gewoon heel leuk en goed. Maar wil je wel alsjeblieft eventjes uitleggen aan al jouw kijkers hoe ze zelf Star Stable kunnen gaan spelen? Dat ga ik zo meteen doen. Maar ik wil allereerst zeggen dat hier sta ik in mijn stal. Tatatatam. En wij gaan vandaag, als ik het goed heb, 8 paarden erbij kopen. Ja, want ik zal het even laten zien. Ik heb 7203 starcoins. En ik zeg er meteen bij, deze heb ik zelf gespaard. Je zou misschien denken, deze video is in samenwerking met Star Stable, dus die zal je wel gekregen hebben. Nee. Ik heb ze helemaal zelf gespaard, omdat ik gewoon de afgelopen tijd bijna niks heb uitgegeven. Behalve aan het hele coole setje wat ik nu aan heb. Ook allemaal gewoon zelf betaald. Maar verder allemaal dus gespaard. En ik dacht, we hebben nieuwe paarden nodig. Ik zal even laten zien welke paarden ik nu allemaal heb. Ik heb een paar in mijn weiland staan. Het valt op zich wel mee, want ik ben bijna level 19. En ik heb nog maar zoveel paarden. Dus het is wel tijd om alle nieuwe paarden die het afgelopen jaar zijn uitgekomen. En die ik dus nog ook niet heb gekocht, te gaan kopen. Ja, maar eerst ga ik dus uitleggen hoe je zelf het spel kan downloaden, starten en spelen. Allereerst ga je zelf naar de website www.starstable.nl of www.starstable.com. Het kan alle twee. Vervolgens klik je op speel nu. Dan krijg je een poppetje en een paard in beeld. En dat is jouw toekomstige poppetje en paard. Hoe leuk! Je kan je paard en je poppetje helemaal een uiterlijk geven zoals je zelf wil. Je kan je paard vlekken geven of gewoon een bruin paard nemen, wat dan ook. En je kan zelf blond haar nemen, bruin haar, wat je zelf maar wil. Je kan zelfs het gezicht aanpassen. En natuurlijk moet je ook wat gegevens achterlaten, zodat je de volgende keer weer kan inloggen. Dus je moet je e-mailadres achterlaten, een wachtwoord en je geboortedatum. Nou, gefeliciteerd! Je hebt een account aangemaakt, je hebt een poppetje gemaakt, een paard. En nu is het tijd om het spel te downloaden. Dit is helemaal gratis. En als je het spel speelt, dan kan je zeker tot level 5 helemaal gratis spelen. En daarna kan je zelf beslissen of je naar de betaalde versie doorgaat of gewoon tot level 5 blijft. Daarbij wil ik er ook meteen bij zeggen dat als jij een nieuw paard wil kopen, heb je heel vaak acties. Maar vaak moet je ook starcoins sparen. Dit kan alleen als je de betaalde versie hebt. Maar als je niet de betaalde versie hebt, of wel, dat kan alle twee, kan je ook gewoon starcoins erbij kopen. Dat is natuurlijk helemaal jou, dat hoeft helemaal niet. Dat moet je lekker zelf weten. En ik heb dan nu het geluk dat ik heel veel starcoins heb gespaard. Want ik heb zelf ooit Lifetime gekocht. En ja, die gaan we lekker allemaal uitgeven. Ja, alle 7000. Oh, dat gaan we doen. Nou, ik heb jullie snel rondgeleid door mijn stallen door eventjes dit te laten zien. Kijk er nog even goed naar, want dit gaat uitgebreid worden. Oké, we zijn op de eerste locatie. Ik wil jullie ondertussen eventjes vragen of jullie dus ook Star Stable spelen. Of jullie een account hebben of dat jullie er nu eentje ook gaan aanmaken. En ook hoeveel starcoins jullie hebben. Want ik heb er nu al 7000, dat is echt superveel. Maar wat is het maximale wat jij zelf een keer hebt gespaard? Of een keer hebt gekocht of wat dan ook. Want ik ken genoeg mensen die ook voor een verjaardag bijvoorbeeld starcoins krijgen. En dan een heel gaaf nieuw paard kunnen kopen. En wat is dan ook het gaafste wat je ermee hebt gedaan? Ik ga nu dus, het gaafste voor mij is dus heel veel nieuwe paarden kopen totdat het helemaal op is, mijn starcoins. Tenminste, misschien dat er een klein beetje overblijft, maar dat ik er niet nog een nieuw paard mee kan kopen. En we beginnen met de Arabier. Ja. En ik vind deze heel lastig, want ik vind ze allemaal lastig, jongens. Dat gaat al een heel ding worden, deze hele video. Oeh, weet je welke ik heel gaaf vind? Laat ik beginnen met dat ik een regel voor mezelf heb, dat ik bijna geen Palomino's meer mag kopen, want ik heb er al best wel wat, volgens mij. In ieder geval, ik vind die vaak heel leuk. En deze vind ik ook weer heel leuk. Deze kleur heb ik ook al een soort van. In een kleine pony, die van Zuiderhoef. Die witte. Mwah. Ik vind deze heel gaaf. Dus dit is een kanshebber.
Ze zijn trouwens 950 starcoins, oh my god. Deze vind ik ook heel mooi, maar ik denk niet dat ik voor de bruine ga, want ik heb wat andere bruine op mijn lijstje staan die ik vandaag ga kopen. En deze vind ik ook heel mooi. Dus ik vind deze wel heel moeilijk. Even kijken. Ik denk dat we echt voor deze gaan. Want ik heb nog geen paard volgens mij met zo'n opvallende vlek. En ook niet echt een koffievos. Want het is volgens mij meer koffievos. Dus dit wordt het eerste paard, jongens. Koop een paard. En wat wordt de naam? Oeh. Je kan echt zoveel dingen kiezen. Dat is echt niet normaal. Ik denk dat het Ruby Queen gaat worden. Wordt dit het, jongens? Is dit mijn eerste paard? Ik heb gewoon mijn eerste nieuwe paard gekocht in zo'n lange tijd. Ik heb ondertussen dat ik niet meer video's heb gemaakt. Volgens mij alleen dat paard gekocht waar ik nu dan op zit. Maar verder... Oh nee, en ik heb volgens mij een Jorvik paard gekocht ook nog. Nou, dat was de eerste. Veel geluk met je nieuwe paard. Dan gaan we nu door naar de volgende. En dan op het einde gaan we alle nieuwe paarden testen. We zijn nu aangekomen in Fairgrove. En ik ben hier ook al... Nou, ik ben hier laatst nog wel geweest, want ik speelde afgelopen tijd best wel weer vaak gewoon voor mezelf, privé. Dus daarom had ik ook alweer zin om Star Stable video's op te nemen en er komen binnenkort ook meer. We gaan nu door naar het volgende paard dat we gaan kopen. En dat is, even kijken hoe ze heten, het Finse paard. Ja, deze vind ik echt super schattig. Ik zat trouwens te kijken, hier heb je ook curlies. Volgens mij heb ik ook nog nooit een curly gekocht. Die vind ik ook heel leuk, maar... Dan heb, ja, ik vind het ook alweer op elkaar lijken, maar ja, ik ga toch wel voor het Finse paard, want die is dan nieuw. Ik vind deze echt super mooi. Ik heb volgens mij ook niet echt een vos in mijn stal staan. Dus deze vind ik echt heel schattig. Oh, maar alsnog, ik ga ze allemaal eventjes goed bekijken. Ik vind deze ook heel mooi. Die tong is zo schattig, hij was zo aan het doen. Ja, deze schimmel is natuurlijk gaaf, maar ik vind deze zwarte ook wel heel leuk. Want ik denk dat bij deze bruin... tuig echt super mooi staat. En die neus is ook heel schattig. Maar ik vind die rode, die vos is ook heel leuk. En die is natuurlijk een palomino. Ik heb de regel dat ik geen palomino's meer mag. Want dan wordt mijn stal eentonig. En ik heb ook nog niet zoveel zwarte in mijn stal, volgens mij. Welke gaat het worden, jongens? Welke gaat het worden? Ik denk dat ik mijn keuze heb gemaakt. Het wordt de zwarte! Ik weet niet of jullie dat van mij hadden verwacht. Ik had eerder van mezelf verwacht dat ik voor de rode zou gaan, de vos. Maar ik ga toch voor de zwarte, want ik denk echt dat bruin tuig goed op die zal staan. Dus ja. Dan natuurlijk weer de naam. Ik ben heel slecht in namen geven, dus ik heb me een beetje voorbereid. Ik heb gewoon wat leuke namen opgeschreven. Oh, hebben ze geen black? Alleen blok. Oh, raar. Ik denk dat we gewoon voor Rock Kid gaan. Ja, sorry, ik ben echt niet de beste in namen, maar ik doe mijn best. Ik doe het best en dan wordt dit gewoon een tweede paar. Daar gaan we, Starcoins. Ik moet ze zo eventjes bekijken. Wat is de schade tot nu toe? De schade. Oeh, ik heb nog 5400. Dat is eigenlijk nog steeds wel heel erg veel. Dus we gaan nog heel veel meer paarden kappen. Dan zijn we nu bij Zuiderhoef aangekomen. En hier had ik het net ook eventjes over. Want hier heb ik al een pony die een beetje op die Arabier leek van eerst. Dat is deze hier. Deze ponies zijn sowieso heel schattig. Maar daar komen we niet voor. Want we komen voor die ponies ernaast. En deze vind ik ook heel moeilijk. Ik heb echt iets met bruine paarden vandaag. Dat kom je later ook nog achter. Ik vind deze bijvoorbeeld echt heel schattig. Deze heeft ook eigenlijk een kool. Maar die zie je niet zo goed. Maar dan kan je een ander haarstijl nemen. Dan zie je dat wel beter. Ik vind deze allemaal heel schattig. Hier ook weer een zwarte. Ik had ook voor deze zwarte kunnen kiezen. In plaats van het Finse paard. Want dit zijn Gotland ponies. Maar deze, wow, ik vind dan zo'n ietsje grotere zwarte wel leuker. En natuurlijk deze hele gave valk. Oh. En ja, deze vind ik echt heel gaaf. Ik heb dus een palomino regel, maar ik heb geen valkregel. Ik heb wel één valk in mijn stal staan. Dat is volgens mij de Lusitaan of Andalusier. En daar komt een klein vriendje bij. Deze komt erbij, denk ik. Dan heb ik een grote en een mini die hetzelfde eruit zien. Het moet maar je ding zijn, maar ik vind dat wel heel leuk. Ik vind deze echt super schattig. Oh, kijk dan. Dus dit wordt het derde paard. En daar moeten we ook weer een naam voor verzinnen. Het wordt Mini Maniac. Wat vinden jullie ervan? Ik vind dat denk ik wel een van de leukste namen voor vandaag. Dus dit is al het hoogtepunt. Het spijt me. Maar ik vind die wel heel goed bij deze pony passen. Hij is heel schattig en een beetje een maniac. Een boef. Dus we gaan ervoor, jongens. Klik op oké. En ik heb gewoon het volgende paard gekocht. Oh, daar ga ik met mijn Starcoins. Jongen. Oh.
Veel geluk met je nieuwe paard. Nou, dat komt wel goed. Maar je kan beter zeggen paarden. Maar mijn hele kudde, want we gaan het nog weer halen. Deze plek is heel speciaal. Sowieso deze hele video speciaal, zoals ik al heb gezegd. Maar hier gaan we 2 paarden kopen. Ja, eentje die wat meer recentelijk is uitgekomen. En eentje die meer dan 1 jaar geleden is uitgekomen. Maar die ik ook nooit heb gekocht. Maar die ik wel heel gaaf vind. Dus het is deze. De knapstrupper. Als ik het goed uitspreek. Dat weet ik helemaal niet. En het is de buurman of buurvrouw. De Fries. Oh, ik vind deze zo gaaf. Kijk die dan. Oh, ja, deze vind ik echt super gaaf. Ze hebben ook allemaal verschillende kleuren. Want heel veel mensen weten dat niet. Maar de meeste mensen denken dat een Fries alleen zwart kan zijn. Maar ze kunnen ook andere kleuren hebben. Zoals vos en wit. Ik weet niet of ze stippen kunnen hebben in het echt. Maar op zich wel leuk dat het spel die optie heeft natuurlijk. Ja, waar zal ik mee beginnen? Ik denk dat het bij de Fries niet zo verrassend gaat zijn. Want ik vind bijvoorbeeld deze witte echt prachtig. Maar die vind ik weer heel erg lijken op een paard dat ik al heb. Dat is ook de Lusitano volgens mij. Die vind ik heel mooi. Ik heb een witte. En deze heeft natuurlijk heel lange manen. Dus dat is wel iets anders. Maar ik ga dan denk ik... Nou, ik vind deze vos trouwens ook gewoon heel gaaf. Maar ik wil denk ik wel de echte Fries. Die je het vaak ziet. En het is misschien een beetje saai. Maar dan ga ik denk ik toch voor een zwarte. En dan zit ik te denken. Deze heeft volgens mij een klein colletje hier. Dus ik zit te denken dat ik misschien dan toch gewoon voor een helemaal zwarte ga. Maar vind ik misschien ook wel saai. Want het hoeft natuurlijk niet zo perfect. Oh ja, en deze heeft ook achterste beentjes die wit zijn. Nee, dan ga ik denk ik toch gewoon voor de helemaal zwarte. Ja, ik vind die toch wel heel mooi. En dan wordt het wel mijn tweede zwarte paard. Maar wel mijn eerste volledig zwarte paard volgens mij. Kijk hem dan shinen. Ja, je bent prachtig. Oh, maar je bent wel heel duur ook. Oh. Maar ik heb heel veel starcoins, dus dat komt helemaal goed. En de naam voor deze gaat worden... Night Mystery. Dus nachtmysterie. Nou, eigenlijk vind ik deze naam ook wel super mooi. Dus daar gaan we, jongens. Daar gaat men, volgens mij. 4e paard. Ik raak beide de tel kwijt. Niet normaal. Ik heb nog nooit zoveel paarden achter elkaar gekocht. Oh. Nog nooit 2 achter elkaar zelfs. Ja, het paard is weg, want we hebben hem gekocht. Veel geluk met je nieuwe paard. Dankjewel, Star Stable. Dan gaan we dus naar de buurman toe. Want daar wilde ik er ook eentje gaan halen. En ja, ik weet niet. Volgens mij hebben jullie allemaal ondertussen al zo'n knapstrupper. Of hoe je het ook noemt. Maar ik nog niet. Ik heb er nog geen gekocht. Dus nu is het tijd. En ik vind deze stippen allemaal zo gaaf. Ik vind dit paard in het echt ook heel gaaf. In ieder geval, deze is heel lief. Is een beetje Pippi Langkous paard. Ik vind deze heel schattig. Met gewoon op de billetjes. Die vind ik heel schattig. Ja, wat gaan we doen? Wat gaan we doen, jongens? Welke vinden jullie het gaafst? Ja, ik had eigenlijk op mijn Instagram of zo even aan jullie moeten vragen. Maar ik wilde echt dat deze video een verrassing zou zijn voor jullie. Dus dat kon ik ook weer niet vragen. En ik denk, waar ik ook nu heel blij van word, is denk ik toch deze bruine. En dat bedoelde ik. Ik heb iets met bruine paarden vandaag. Ik had er nog niet zoveel in mijn stal, dus er moet even wat meer met bruine paarden bij komen. Ik denk dat voor deze gaan. Want deze vind ik echt heel lief en schattig. En hier wil ik gewoon de hele dag mee knuffelen. Ja, dus dit gaat nog gewoon worden. 750 starcoins. Dat gaat nog wel goed. We hebben nu 3700. Dus we zijn bijna over de helft. Of we zijn over de helft. Koop een paard. En wat wordt de naam voor dit paard? Hazelspot. En ik wilde eigenlijk Hotspot doen. Maar die hebben ze niet. Ze hebben geen hot, volgens mij. Nee. Dus dan wordt het Hazel, want hij is een beetje hazelkleurig. Spot van vlekjes. Nou, ik vind het helemaal goed zo. En daar is onze, ik moet even tellen, 5e paard al. Oh, dat is toch niet normaal? Oh, ik vind het wel echt een leuke video om op te nemen voor jullie. Ja, ook weer veel geluk met dit nieuwe paard. Ongelooflijk, ik word ook een beetje rood van. Ik krijg het al helemaal warm. We gaan nu door naar de laatste paar paarden alweer. We zijn... bij het Guldenblad. Want hier is ook weer een paard uitgekomen. Of is een tijdje geleden een paard uitgekomen. Die is hier nu gestald. En het is het Marwari paard. Als ik het ook weer goed uitspreek. Al die namen zijn een beetje ingewikkeld. Het Finse paard kan ik nog wel uitspreken en zo. Maar knapstroepen en Marwari. Wacht, ik lees nog even. Marwari, ja. Marwari. Bijna Marwari. Waar was je? Nou, oké, flauw. Geen leuke grap. Maar welk paard gaan we hier kopen? Ik vind het heel moeilijk. Ik vind deze denk ik wel het moeilijkste om een leuke kleur uit te kiezen. Ik vind schattige dikke ponies eigenlijk wel een beetje leuker dan van dit soort dunnere paarden. Maar alsnog, deze is wel heel gaaf. Ik had net ook even op Google opgezocht hoe ze in het echt uitzien. En die oren zijn zo speciaal. Kijk, die staan gewoon zo'n beetje ploep naar binnen. Het zijn een soort van aliens.
Maar het is echt zo. In het echt zien ze er ook zo uit. En ze komen volgens mij uit India. Ja, heel cool. Ja, ik vind deze heel bijzonder. Dit is met die Palomino-regel. Ik vind die aftekening, zou dat ook echt zijn? Dat zou heel cool zijn als dat echt zo zou zijn. Ik vind deze heel gaaf. Maar ik dacht, we kopen al best wel veel bruin in deze video. Er komen nog meer. Dus dat ga ik niet doen. Ik vind deze ook heel mooi. Deze heb ik volgens mij echt een foto van gezien. Dan was hij helemaal zo aan het glimmen. Maar ik denk dat ik gewoon voor deze... Ik denk dat ik voor deze witte ga. Ja! En ik had ook net op Google een foto van deze gezien. Waar ze me op hadden geïnspireerd volgens mij. Echt zo'n mooi paard. Ik vind deze eigenlijk wel heel speciaal. Dus dit gaat hem gewoon worden. Want ik heb natuurlijk al wat zwarte. Het bruin doe ik niet. En deze... Nee, ik doe dan liever met zo'n grijs vlekje. Dat vind ik eigenlijk wel heel schattig. Dus ik heb ook weer een hele goede naam voor deze. Silver Rain. Omdat ja, hij is een beetje zilverachtig, toch? Met ook dat grijs. Ik vind het een prima naam. Laat hem kopen. Daar gaan we weer. Oh, ik heb nog niet veel starcoins meer over. En veel geluk weer met je nieuwe paard. Dat komt helemaal goed. En we gaan gewoon weer door naar de laatste paar paarden. Oh. Want even kijken. Ik heb nu 2000 starcoins. 2003. Oh, ik kan er nu nog maar 2 kopen, ongeveer. Tenzij ik een heel oud en goedkoop model moet kopen, maar dat doen we niet. Oké, we gaan eventjes hier heel hard naar beneden springen, of ons laten vallen. Ploep. Want we gaan naar het ene laatste paard. Ja, het ene laatste paard, jongens. En daarna zijn mijn starcoins echt zo goed als op. Oh, nou, hier hebben we het Engelse volbloed, of de Engelse volbloed. En hier hebben we vooral best veel bruine kleuren. Want die zie je ook wel het vaakst in bruin. Hier hebben we heel erg donkerbruin. Deze vind ik wel heel schattig. We hebben hier zwart. Maar zwart doen we niet meer. Want we hebben al 2 zwarte paarden vandaag gekocht. Dan hebben we wit. Maar ja, ik heb trouwens niet alleen een Palomino regel. Ik heb ook een witte regel. Ik moet niet zomaar een wit paard kopen. Dan die van net, die is dan speciaal. Die heeft dan grijze vlekjes. Maar ja, deze is dan ook bruin. Die is wat lichter bruin. Die vind ik ook wel gaaf. Deze is echt extreem donkerbruin. Zo. Die zie ik bijna niet eens. Of het ligt aan mijn beeldscherm. En dan hebben we ook nog een grijze. Deze is ook heel gaaf. Bestaat deze in het echt ook? Ik heb geen idee. Maar het kan allemaal een starstable. Want ik zit ook op een paard met een baard en een vlechtje of een staartje erin. Ik heb dat nog nooit gezien bij paard. Maar dat zou misschien trouwens ook nog best kunnen. Maar als ik hierop klik. Pling! Heeft mijn paard opeens pantervlekken en horens. Dat kan nog niet in het echt volgens mij. Maar welk paard ga ik hier dan kiezen? Nou, ik had al gezegd, er komen wat bruine paarden in deze video. En ik wilde hier dus een bruine gaan kiezen. Maar ik weet nog niet welke. Ik vind denk ik deze donkerbruine iets te donker. Dan heb ik liever wel een paard waarbij ik het iets beter kan zien. Ik vind deze heel mooi. Maar deze heeft misschien ook wel veel weg van die kleur van die knapstroeper die ik heb gehaald. Maar ja, die heeft natuurlijk wel vlekken. Maar daarom denk ik dat toch misschien gewoon voor deze donkerbruine gaan. En misschien weten jullie het, maar ik ben niet zo'n groot fan van donkerbruine paarden in het echt. Maar daarom vind ik dat ik juist een kans moet geven door dus eentje te kopen in het spel voor 850 starcoins. Want ik heb toch genoeg starcoins. Ik heb al genoeg leuke paarden gekocht. Maar deze vind ik ook wel leuk. Maar we gaan het gewoon doen. Gewoon YOLO, weet je wel. Ja, laten we het doen. En deze naam wordt Chocolate Wish. Of misschien? Nee, ik doe Chocolate Kiss. Dat vind ik denk ik toch leuker. Ja, daar gaan we voor. En ik heb een bruin Engels warmbloed gekocht, jongens. We gaan door naar het volgende paard. Ik heb nog maar 1000 en ietsjes erbij starcoins. En ik kan dus nog maar 1 paard erbij kopen. En ik ga ook meteen nou het duurste paard van deze video kopen. En ik heb dit paard eigenlijk al. Maar ik wil toch nog eentje, denk ik. Ik weet trouwens nog niet eens zeker of ik dit wel echt wil. Ja, ik ga dit doen. Jongens, we gaan dit doen. YOLO, zoals ik net al zei. Nou, dit is een van de nieuwere gebieden. En ik speel hier de afgelopen tijd heel vaak om gewoon een beetje puntjes te verzamelen en de missies te doen. Want je kan in Star Stable niet alleen paarden kopen. Je kan nog veel meer doen. Je kan ze trainen, verzorgen, missies doen. Van alles en nog wat. Maar ja, als je het spel speelt, dan weet je dat wel. En je kan ook heel veel nieuwe gebieden ontdekken. En in dit gebied, ja, ik vind dit gebied echt super mooi. Kan je dus het Jorvik paard kopen. En ik heb er al eentje gekocht, want je hebt nog veel meer kleuren in, volgens mij.
Waar staan ze? Volgens mij staan ze in veel deel. Maar ik ga toch gewoon hier eentje halen. Want ik vind deze wel ja, heel gaaf eigenlijk. En ik rijd er gewoon al maar meteen naartoe. Want ik wil gewoon weer een bruin paard. Ja, wat is er met mij vandaag? Normaal ben ik het allemaal van de hele speciale kleurtjes. En nu heb ik allemaal zwarte paarden. Allemaal bruine paarden. Ik heb wel een valk. En dan een paard met stippen. Maar die is eigenlijk ook bruin. Oh ja, en natuurlijk die Arabier was eigenlijk wel heel speciaal. Maar we gaan voor deze. Ik vind deze zo schattig. En ik heb deze eigenlijk al in een bond. Maar ik vind deze eigenlijk stiekem iets leuker. Moet je niet doorvertellen aan dat andere paard. En hier heb ik ook weer een hele leuke naam voor. Maar deze is dus het duurste. Deze is 975. Ik weet niet of dit het duurste paard van heel Star Stable is. Zou best kunnen. En dit wordt dus het laatste paard. Hier ga ik mijn laatste paar Star Coins aan uitgeven. De naam wordt South River. En ik vind dit wel een hele leuke naam voor dit gebied ook. Dus daar gaan we, jongens. Het laatste paard van deze video. Oh mijn god. Daar gaan we Star Coins. Oh, ik heb niks meer over. Nou, ik kan misschien nog een paar kledingstukken kopen nu. Maar ik denk dat ik beter kan gaan sparen. Veel geluk met je nieuwe paard. Ja, dit was mijn laatste paard die ik voorlopig kan kopen. Laten we teruggaan naar mijn stal om alle paarden even goed te bekijken. We zijn in mijn stal aangekomen. En je ziet nu dat er niet veel is veranderd. Allemaal oudere paarden staan er nog. Maar ze staan allemaal, die nieuwe paarden hebben ik kan niet eens aan mijn woorden komen. Ze staan allemaal in mijn weiland. Maar ik ga dus even heel veel paarden met elkaar switchen. Dus mijn stal ziet er zo meteen niet meer zo uit. Maar nu zo. We gaan even een rondje door mijn nieuwe pronkstukken rijden. Ja, kijk ze allemaal staan. Al mijn nieuwe paarden heb ik hier neergezet. En ook daar nog twee. Hier heb ik Jorvik paard gezet. En dit was een Gotland pony. Oh nee, het Vins paard. Sorry. Ik heb er zoveel gekocht vandaag. Ik haal het allemaal door de war. En ik heb hierachter nog wel Mo staan. En Noora. En dan... even denken, oh ja, nog die en het paard waar ik op zit. Maar we gaan dus even een rondje maken op alle andere paarden. Dan hebben we allereerst het Finse paard en deze kan dus liggen. Kijk dan hoe schattig. En ook, stijgeren. Deze is helemaal goedgekeurd. Deze ga ik waarschijnlijk dus bruin tuig op doen. Dat lijkt me wel heel gaaf. Hier is dan het Jorvik paard. Ja, deze is toch ook gaaf. Even laten zien hoe die kan stijgeren ook. Oh, oeps, verkeerde knopje. Sorry jongens, doen we even opnieuw. Wauw, kijk, heel gaaf die maan ook. Die kan je trouwens ook allemaal aanpassen bij alle paarden natuurlijk. Deze kan ook liggen op commando. Oh, en ik kan eventjes zo zitten. Kijk dan hoe leuk. Oh, super schattig. Dit is dan de Arabier. Ja, ik vind deze kleur wel echt heel gaaf. Oh, coole stop. Deze kan volgens mij ook iets heel tofs. Kijk, die kan gewoon eventjes zo op zijn achterbenen lopen. Heel gaaf. En dan kijkt dat ook heel blij. En we gaan ook even naar zijn steiger kijken. Tadaa! Mooi met kasteel op de achtergrond. En dan gaan we gewoon weer door naar de volgende. Kijk dan hoe schattig. Deze is echt duidelijk een stuk kleiner dan die andere. Dit is dan de Gotland Pony. Oh, schattig! Oh. Kijk die nek van de Marwari. Of hoe je het ook zegt. Zo, die stopt ook heel cool. Oké, even kijken naar steiger. Dat vind ik altijd wel leuk. Zo, oké. En volgens mij kon deze ook iets speciaals. Oh ja, 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 die kan een buiging. Kijk dan. Cool. Vaak de nieuwere paarden kunnen dan iets heel cools. En dan kan je dat ook gewoon op de website lezen van Star Stable hoe je dat moet doen. Hier bij mijn sportpaard. Het is bijna een KWPN'er. Engels volbloed KWPN'er lijkt ook wel een beetje op elkaar. Kijk dan. Even kijken. Oeh, zo. Daar wil je niet op zitten in het echt als die gaat stijgeren. En even nog kijken hoe die stopt. Zo, hij gaat wel opeens vet snel. Maar ik vind hem wel heel schattig met die witte voetjes. Dus ik heb geen spijt van mijn aankoop. Absoluut niet. Nou, deze vind ik ook heel schattig. Ondanks dat hij wat groter is, vind ik deze echt om op te vreten. Figuurlijk. Jullie weten, ik eet geen paard. Ik eet helemaal niks dierlijks. Dus, maar deze vind ik echt super, super, super schattig. Oh, zo. Dat was een abrupte stijger. Heel gaaf. Volgens mij wordt deze ook vooral voor het circus en zo gebruikt, of niet? Ik ben er helemaal blij mee. En even kijken hoe die stopt. Wee, ja. Heel leuk. En dan rijd ik nu op mijn echte pronkstuk. Ja, ik vind deze denk ik wel echt het mooiste en het gaafst. Ook zeker zo zonder tuig. Ik heb trouwens ook wel eens eerder op een Fries zo gezeten zonder tuig en gegalopeerd door een wei. Echt zo gaaf. Oeh, de stijger. Zo. En dan gaan we nog even kijken hoe die stopt. Want we hebben nu wel een beetje de gangen gezien. Zo. Oké, zo. Nog even zo na met de benen.
En volgens mij kon deze nou ook iets gaafs. Volgens mij wel. Oh, deze kan sowieso dit als hij zo stil staat. Heel cool, want ik doe nu niks. Ik weet alweer wat deze kan. Ik zal het even laten zien. Kijk, die kan een galoppirouette. Kijk hem gaan. Cool. Ja, dit is ook echt een goed dressuurpaard, jongens. We hebben goede investeringen gedaan in deze video. En ja, ik ben er helemaal blij mee. We gaan ze nog even allemaal op een rijtje zetten samen. Daar staan ze dan, alle 8 paarden die ik vandaag heb gekocht. Jongens, we gaan even kijken naar de totale schade. Ik had dus 7000 starcoins. Wat is er van overgebleven? 178. Oh, wat kan ik hier wel kopen? Ik heb geen idee. Maar ik ben wel heel blij met deze paarden. En ik ben ook heel blij dat Star Stable naar mij toe kwam om te vragen of ik samen met ze een video kon opnemen. Of voor ze een video kon opnemen. Want ik heb natuurlijk al zoveel Star Stable video's gemaakt. En dit is echt wel de samenwerking van mijn dromen. Echt super leuk. En ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Er komen nog meer Star Stable video's aan. Maar ik moet eventjes kijken hoe en wat wanneer. Maar ik hoop wel dat jullie dus genoten hebben van deze video. Doe dan ook een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Vergeet ook niet op het belletje te klikken. Is allemaal ook helemaal gratis. Zo blijf je op de hoogte van al mijn video's. Hoef je er nooit eentje te missen. En daar word ik ook heel blij van als jij er nooit eentje mist. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie de volgende keer weer. Doei!